Ik hoop dat er volgend jaar een kunstroute Altena is. Want dit is de laatste in Woudrichem. Was eigenlijk nog 2 bestuursleden over. Uiteindelijk heb ik het initiatief genomen samen met Annemarie de Stichter om een nieuwe bestuur te vormen waarvan Nel Boer voorzitter werd. Anja Koning was secretaris en haar man die was penningmeester. En we hadden Paul Peet, kunstenaar uit Sleewijk, gevraagd om curator te worden, om een keuze te maken welke kunstenaars deel zouden nemen aan de kunstroute. Er zijn ongeveer een 20 kunstenaars actief, inclusief ook nog concerten. En het is toch wel heel bijzonder dat we daar weer een expositie hebben van kunnen maken in de buitenlucht, maar ook in sommige huizen is het binnen. Ik maak vooral dierfiguren, mensportretten en mensen. En ik heb hier gekozen om voornamelijk dieren neer te zetten. Elke zomer ligt er ontzettend veel zwerfafval op het Woerkumse strandje. En op een gegeven moment werd dat zo erg dat we het eigenlijk niet meer aan konden zien. En op een gegeven moment dachten we, ja, we moeten eigenlijk nog iets meer doen als behalve alleen maar opruimacties. Vandaar dat we ook scholen hebben benaderd. In eerste instantie de basisscholen hebben we nu allemaal benaderd in de gemeente Altena. En we hebben ze gevraagd of ze mee wilden doen aan een lesprogramma van Nederland Schoon. En dat lesprogramma heeft als doelstelling onder andere om kinderen meer bewust te maken van de afvalproblematiek. Daarnaast hebben ze ook gevraagd of ze mee wilden doen dit jaar aan de kunstroute. En om dus van zwerfafval een kunstvoorwerp te maken. En dit jaar hebben basisschool Oudendijk en basisschool Travelijn meegedaan. En Travelijn heeft het thema zeediertjes genomen. En dat kun je hier wel zien. Hier zie je een grote vis. En die is helaas ook gevangen. En daarnaast heeft hij ontzettend veel plastic gegeten. Van een kwal of? Een inktvis of zo? Een inktvis. Ik weet het eigenlijk niet. En waarom hangt hij hier? Ik denk dat ze vanwege de plastic soep. Ja. Om te laten zien hoe erg dat het is. Okay. Vind ik eigenlijk. En wat weet jij ervan? Van plastic soep en alles? Nou, niet erg veel, maar ja, dat eigenlijk alle mensen steeds van alles in de zee gooien. Ja. En hoe komt het in de zee, denk je? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik denk gewoon mensen die gooien het erin of die gooien het op de grond. En alle dieren, ja, die beginnen daar dan van te eten. Dan gaan ze dood. Waarmee u hier geconfronteerd wordt, is een vorm van geometrisch abstracte kunst. Bekende namen zijn Mondriaan en anderen die dus vanaf 100 jaar geleden een enorme ontwikkeling op gang gebracht hebben, waarin mensen naast datgene wat ze zien, ook wat ze denken in beeld kunnen brengen. Het werk wat u hier ziet is gebaseerd op heel eenvoudige geometrische vormen als de driehoek, het vierkant, parallelogram. En daar speelt een kunstenaar mee tot hij een oplossing vindt, zowel in vorm, in kleur, passend in een vierkant of eventueel een andere vorm. De voorkeur voor mij is altijd om binnen het vierkant iets met vormen te kunnen ontdekken en te kunnen realiseren, gekoppeld aan een gedegen kennis van de kleurenleer. Wij hopen natuurlijk op veel bezoekers en ik hoop dat iedereen kan genieten van de prachtige kunst, de schilderijen, de beelden, de objecten. En het is heel divers. Ik denk voor elk wat wils.